Even na 2 uur brak de brand uit bij Rian Verhuur. Dat is een bedrijf dat bouwmaterialen en feestartikelen verhuurt. Het vuur greep snel om zich heen. De vlammen slaan inmiddels uit het dak. En het vuur is overgeslagen naar een aantal aaneengesloten bedrijven. In Vlijmen is onze verslaggever Tony Vossen. Ja, Tony, hoe is de situatie daar op dit moment? De situatie op dit moment is dat de brandweer nog volop aan het blussen was. Een half uur geleden nog sloegen hier de vlammen werkelijk uit het dak. Alle hoogte in. Een hele dikke zwarte rookpluim ging hier vanuit dat verzamelgebouw richting de snelweg. Inmiddels zijn die vlammen enigszins gedoofd. De brandweer is wel nog volop bezig met een hoogwerker en ook vanuit de grond. Er zijn allerlei, de status wordt er dan aangegeven. En zo'n status is grip 3. Wat houdt dat in, Tony? Dat grip 3 houdt in dat in ieder geval ook de burgemeesters in actie komen. Er is een alarm alert inmiddels ook afgegeven. Er is via de site van de gemeente Heusden wordt er ook allerlei informatie gegeven. Zo rond 3:30 zal het geweest zijn, ging hier de sirene af. Dat was vooral uit voorzorg om alle mensen in de verre omgeving te waarschuwen om ramen en deuren gesloten te houden. Dat is vooral uit voorzorg. Op dit moment is nog niks bekend over gevaarlijke stoffen. En even voor alle helderheid ook, er zijn geen slachtoffers, hè? Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. En dat is belangrijk te melden, want het gaat om een heel erg groot verzamelgebouw. Voor zover bekend zijn er ook geen vermisten. Maar die rook, dat zien we achter jou, Tony. Dat is een enorme, dikke, vette rook. Die gaat ook over de snelweg. En dat is ook voor het verkeer gevaarlijk, geloof ik, hè? Ik denk eerlijk gezegd, en dat wordt hier ook door sommige politieagenten, door sommige mensen van de politie bevestigd, dat die rook weliswaar, hij trekt richting snelweg, dat die zo rond het spits hier wel eens voor problemen zou kunnen zorgen. Op dit moment is dat nog niet zo, maar hij is heel erg dik, heel erg zwart en hij gaat inderdaad richting de snelweg. Maar goed, als je het over het spitsuur hebt, Tony, we praten nu 4 uur. Dat betekent dus dat dit een brand is waar we nog wel even last van hebben. Die brandweer die is hier zeker nog wel heel erg lang, denk ik, bezig. In ieder geval, voor zover bekend nu, zullen ze het gebouw volledig gecontroleerd, weliswaar, maar volledig af laten branden. Ze laten de brand dus gecontroleerd uitgaan, kun je zeggen. Sommige loodsen zijn ook leeggehaald. Alle materialen die erin stonden, waaronder dus bijvoorbeeld de springkussens van het verhuurbedrijf van feestartikelen. Al die loodsen die zijn leeggehaald. De brandweer is op dit moment ook bezig om zoveel mogelijk die panden nat te houden. Gecontroleerd laten ze het uitbranden, maar dat zal absoluut nog wel even gaan duren. En als je hoort gecontroleerd uitbranden, dan betekent dat dus eigenlijk dat het pand verloren is, hè? Ik denk dat we daar vanuit moeten gaan. Dat is een veronderstelling van mij, een veronderstelling van heel veel mensen hier in deze omgeving ook. Tony Vossen, dankjewel voor dit moment. We komen later bij jou terug.